De spirituele organisatie Brahma Kumaris heeft gisteravond een lezing gehouden met als thema Experience of God's Love and Protection. De lezing had als doel mensen te helpen hun spirituele zelf te herontdekken door middel van de liefde en bescherming van God. Brahma Kumaris zuster Loes Bemmel zegt dat de organisatie een zuster uit India heeft uitgenodigd om te praten over de bescherming die wij kunnen krijgen uit Gods liefde. In deze maand is ook Raksha Bandhan gevierd, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de bescherming die God geeft in de relatie tussen broer en zus. We willen allemaal beschermd zijn, maar hoe kunnen we echt beschermd zijn in deze wereld van vandaag? En dus het diepere spirituele is dat wanneer ik die bescherming zoek op het diepste niveau van mijn wezen, als spiritueel wezen, dan zal Gods bescherming er ook zijn voor mij, als ik bereid ben om die bescherming daar te zoeken. We zijn hier in Suriname ongeveer 37 jaar. En we doen dus met name meditatie. Meditatie is dus de belangrijkste vorm van activiteit die wij hier aanleren, beoefenen. Raj yoga meditatie. Het is een vorm van yoga. Yoga betekent connectie. Maar het is een connectie op het spirituele niveau. Nou, vaak denken mensen yoga betekent lichaams oefeningen, maar yoga betekent connectie. En connectie is connectie van op een spiritueel niveau en op een fysiek niveau. Volgens de Brahma Kumaris zuster uit India, Suman Mohan Chandra, is iedereen op zoek naar liefde. En als men Gods liefde niet kent, dan is men eigenlijk verloren. God is de enige die ons als mensen onvoorwaardelijke liefde kan geven, zegt Mohan Chandra. Actually, each one of us in this world want that love, and we are looking for love. Human beings and from the people around. But love from human beings is unpredictable, and it's not so fulfilling. So only way to experience that fulfillment, that satisfaction, and to feel that, you know, completeness in the soul is only by experiencing that unlimited love from God. And He is the only one who can give unconditional love. As we say, the foundation of each relationship is unconditional love. But when we speak of unconditional love with the human beings, you know, we feel it is like, you know, far away, far away. So, but when we experience that unconditional love from God, we can become full, and in return we can give that unconditional love to the people. Suman Mohan Chandra, zij is Brahma Kumaris zuster uit India. Ze sprak gisteravond tijdens een lezing met als thema Experience of God's Love and Protection. De lezing is gehouden in de zaal van Brahma Kumaris aan de Kathleya Straat.